Hartelijk welkom, heren. Ik heb straks in de inleiding gezegd, we gaan omkijken, maar we doen dat niet in wrok. Is dat moeilijk? Wrok, volgens mij is het de eerste keer dat ik dit woord in mijn mond hoor rollen. Ik kan het bijna niet uitspreken. Je schrijft het W-R-O-K. Ja, maar ik snap absoluut niet wat je daarmee bedoelt. Nee, maar daar komen we dan straks wel op. Ja. Maar hoe kijk jij naar de Tour? Gelukkig weer als een kind. Gelukkig weer als een kind. Leg dat eens uit. Nou ja, er is natuurlijk heel wat gebeurd. Kijk, of ik nou wil of niet, ik ben al jaren gestopt, maar ik blijf gewoon de fietser. Mijn fundering is gewoon wielrennen. Ik ben wielrenner. En mijn fundering is de afgelopen winter wel volledig onder mij weggeslagen. Ik heb denk ik de zwaarste 4 maanden heel mijn leven meegemaakt. Waarom? Toen Armstrong die grote bekentenis aflegde en het probleem in het huidige peloton, of niet het huidige peloton, in het peloton van een paar jaar geleden, zo naar boven kwam. Toen heb ik echt gedacht, waar heb ik alle afslagen in het leven gemist, zeg maar. Ik trek altijd parallel, ik probeer dingen te observeren en parallel trekken tussen het gewone leven, waar ik intens van geniet. Ik ben echt een levensgenieter, maar ik vind het leven ook heel moeilijk, maar daarom ook weer zo mooi. Ik denk, waar heeft die sport, waar ik alles aan te danken heb. Vanaf een jochie van 7 jaar ben ik op een jongetje die geen zelfvertrouwen had, ben ik op een fietsje gekropen. Het heeft me alles gebracht. En waar is het dan misgegaan, weet je wel? Ik heb mezelf enorm de duimschroeven aangedraaid. Ik heb 4 maanden echt niet geslapen. Dikke tranen over mijn wangen. Wat zeg je nou ook? Ik schaamde mij gewoon voor mijn fiets zelfs. Ik heb 2 maanden ook niet meer gefietst. Dus als ik mijn fietsje denk, je hebt me al mijn geluk gebracht. Ik ben ook niet naïef. In die wereld waar ik in zat, daar was list en bedrog. Daar hoorde er allemaal bij. Als 8-jarige jochie schreef ik een werkstuk voor school. En daar stond mijn grote heldin, Angetiel. Wat hij allemaal uithaalde in de koers en na de koers en weet ik allemaal wat. Daar stond altijd wel het woordje doping in. En de Mont Ventoux, die we nou dit jaar weer hard op gaan rijden. Die Simonson, wat er gebeurd is, dat hij een pulletje kreeg. En onderaan de berg, ze dronk toen geen water, maar alcohol. En die combinatie met hitte, dat hij omviel. Dat stond allemaal in mijn werkstukjes. En het woord wrok, waarom zou ik uit moeten kijken in een wrok dat ik in die omgeving ben opgegroeid? Ik was alleen die bestand tegen die omgeving. Maar ik kan die periode waarin ik in coureur ben geweest alleen maar dankbaar zijn. Ik bedoel, in mijn periode werd er niet gepraat over menselijke gevoelens of zo. Maar hoe kan ik dat die mensen kwalijk nemen als die mensen in een periode komen dat ze niet mochten praten over hun gevoel? Hij heeft erover gepraat. Maar het is veel later. Ik ben ook altijd jaloers geweest over die generatie, zeg maar, vanaf 99, 2000, weet ik wat, tot nu eigenlijk. Ik vond eigenlijk dat renners zoveel mens mochten zijn. Wij konden dat niet. Ik mocht nooit de echte Rob zijn. Dat werd weggestuurd. Doping is nooit voor mij een probleem geweest. Maar meer de achterdocht die in het peloton heerste en het flikken en de slaag. Ik heb ook de pech gehad. Dat ik eigenlijk veel te beschermd ben opgevoed, of misschien wel een geluk, maar ook als amateur. Jij was erbij toen ik als 20-jarige jochie heb die berg in Amerika omhoog knalde. Ja. Maar wij werden zo beschermd, hebben wij altijd gekoerst en grote dingen gedaan, dat ik toen ik prof ben en die dingen zag. En dan praat ik dingen zien helemaal niet over doping, maar over dat er complotten werden gesmeten, hoe dat de koersen anders werden dan je had gehoopt. Daar kon ik helemaal niet meer over weg. En daar heb je dus afgelopen winter echt heel veel mee gezeten? Ja, omdat ik alles... Niet slapen, zei je net. Ja, echt. Echt waar? Echt waar. Het bepaalde jouw humeur? Of meer dan dat zelfs? Omdat ik... Ik zit ook mijn halve leven al na de fiets al te vertellen hoe leuk het fietsen is. Ik maak de mensen echt gelukkig mee, hè? Dus ik neem mensen mee op pad, op de fiets en ik help ze van stress af. Ik leer ze beter slapen. Ik fiets mijn kinderen om ze zelfvertrouwen te geven. Ik doe wat voor goede doelen. Daar maak ik mensen echt blij mee. Mensen die me kennen, die zullen dat beamen. En ineens denk ik, ja, daar sta ik daar. Moet ik een prijs uitreiken voor jonge sportertjes die bijvoorbeeld de sportman van Overijssel of van gemeente Hellendoorn zijn gewoon. Dan staat daar het wielrennetje. Kijk, mijn vader heeft me ook gevraagd, die zit in zijn laatste jaren van, Rob, heb jij dit? Het zal hem een worst wezen, ik ben zijn kind. Maar dat raakte mij zo diep. Maar ik bedoel, ik geniet ook overal van. En dat heb ik gewoon 4 maanden van mijn leven niet gedaan. Toen ben ik daarmee gestopt natuurlijk. Maar ik probeer gewoon overal een balans in te zoeken. Maar ik kan mezelf keihard aanpakken. En ik geniet ook al van zo'n proces. Ik vond het ook interessant hoor, van mezelf. Het deed wel pijn, maar ik vond het ook wel weer. En aan de kant, dat triggert mij ook wel weer. En dan maar ik word wel, bij de vooraankondiging zeg je ook van boos en zo. Maar ik ben wel snel boos, maar ik ben heel mild. Ik vind het heel moeilijk om de generatie van, ook om Armstrong. Ik probeer daar maar een waakvlammetje in te ontdekken, om het te begrijpen, weet je wel.
Ik begrijp het nog steeds niet, hoor. Maar die voorzitter van de KNVU, Wintels. Ja, Wintels. Ik ken die beste man. Hij zal het wel niet zo bedoelen. Maar die zegt dan, deze generatie verdient het. Ja, mijn generatie dan niet. En daar maak je wij werden opgevoed door mensen dat we niet mochten praten. Maar ik kan die mensen niet kwalijk nemen. Maar die mensen die hebben dat niet eens geleerd. Niet. Mijn vader heeft nog nooit van zijn vader gehoord dat hij hield van mijn vader. Mijn vader geeft me een zoen op de wang. En ik knuffel mijn kinderen en zoen ze, snap je? Je moet generaties begrijpen. En daarom ken ik het woord wrok niet, Mart. Goed, dan haal ik dat voor jou nu terug. Vind je het goed dat ik met de etappe doorga? Of wil jij laten zien hoe blij je was dat je een oud collega tegenkwam en dat je je fototoestel pakte? Kijk, nu lach je weer. Nee, maar ik. De lach is snel terug, Mart.